Willen dan met de paas naar voren richting Jiménez. Kan niet koppen. Daar zit de range tussen namens Ajax. Jan Kuba Minté doet dat wel weer goed hoor. Dit heeft. Pakt de bal daaraf. Minté met de paas. Ja. Bajsjaa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 
1-0! Dikke pluim achter de naam van Yankuba Minte, die daar heel goed die bal afzoekt. Het steekpaasje geeft aan Paixão en hij zet Feyenoord op 1-0. De aanval van de 1-0 begint met Belen. Een diepe bal op zoek naar Jiménez. Die kan er niet bij komen. Ajax controleert met de borst. Maar dan is daar Minte. Die gewoon veel feller, scherper, hongeriger, gretiger is. Pakt die bal af. Niet zelfzuchtig. Steekt daar met een diepe bal Paixão weg. En Paixão, wat roelt die, romt hij hem koelbloedig af. Vorig jaar een heerlijke pegel in deze wedstrijd. Nu een subtiel, lekker balletje. Om Feyenoord op voorsprong te zetten. Nog 10 minuten in de eerste helft. De ban is gebroken. Volkomen terecht ook. Taylor, maar die vindt dan meteen Nieuwkoop op zijn weg. En daar gaat Minte weer tegenover Hato. Hij pakt gewoon weer de bal af hoor. Zorgt ervoor dat Stengs hem op kan pikken. Komt hier meteen de 2-0. Stengs naar Nieuwkoop. Zo, daar is de bal. Ja! 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 Oh! Meteen de 2-0 eroverheen. Yankuba Minte, die weer erbij betrokken is in de aanloop, is nu de afmaker. Binnen een minuut, 2 goals! Come on! Wordt het dan zo'n dag, Dennis? Wordt het dan zo'n dag? Ze worden met huid en haar, ze worden met huid en haar opgevreten en afgejaagd op de eigen helft vanaf de aftrap. Oh, wat lekker. En weer 10-10-10 wordt er geroepen. En weer goed hè, van Bart Nieuwkoop die deze assist gaf op Yankuba Minte. Nieuwkoop die sowieso een uitstekend duel speelt tegen Ajax. Hij verzorgt de assist. En Yankuba Minte, die schiet hem binnen. Binnen 2 minuten 2 goals voor Feyenoord. Oh, wat een wilde, wat een luxe in de klassieker tegen Ajax. Gaan die hongerige wolven van Feyenoord nog een keer toeslaan in deze eerste helft. Met een prooi die het niet meer weet uit deze corner. Het zal de laatste aanval zijn. Komt die bal voor. Die blijft daar liggen. Wordt geschoten door Nieuwkoper. Flipperkast. Ja! Hij wordt binnengekopt met een snoekduik. Er zal nog een check zijn. Door wie werd die bal allemaal aangeraakt? Is het geen buitenspel of niet? Het lijkt erop van niet. En dan is het gewoon 3-0. En slaat die roedel hongerige wolven inderdaad toe om Ajax op te vreten. Hansko was in de eerste helft. Inderdaad, Hansko met een snoekduik. Weer Hansko. Hansko met een snoekduik op dat schot van Nieuwkoop volgens mij dat daar blijft hangen. De ruststand zometeen is al 3-0. Feyenoord bezig aan een historische klassieker tegen Ajax. Hansko wipt de bal naar voren. Kan Paixão niet bij. Ajax kopt het naar voren. Wiever neemt over. Kopt het naar voren naar Jiménez. Legt hem met zijn borst klaar voor Stengs. Stengs naar de rechterkant naar Minte. Op de punt van de 16. Minte met het schot. Minte! Oh! Goedemiddag! Wat een goal! Wat een goal van Minte, zegt. Die de 16 ingaat. Blijft kijken en hem uit de school in de bovenhoek rolt. Feyenoord op 4-0. Doet een beetje denken aan die goal tegen Almere City. Hè? Toen was het de vraag, is het een bewustie? Nou, nu is er absoluut geen sprake van deze heerlijke krul van Yankuba Minte. Hij zet Feyenoord binnen het uur op 4-0. Man van de goal, het is zijn tweede van vanmiddag, Yankuba Minte!
Paisau in het 16 meter gebied. Schiet hem maar, ja, jongen. Oh, in de handen van Roelie komt hij. De keeper met de redding namens Ajax. Nu Timber die snel weer overneemt. Timber met ruit voor het schot. Timber, ja! Yeah! De aanval klaar is omdat de keeper de bal in zijn handen pakt. Maar Ajax is slordig. Timber neemt hem in één keer op zijn slof. En zegt hoppa, 5-0! Roelie rolt de bal snel uit nadat hij de bal pakt. Maar daar rekenen ze bij Ajax niet op. Ze proberen maar op te bouwen, maar ze kunnen er helemaal niets van. En Timber profiteert met een schot van afstand. De teller staat op 5. Zo is het 5-0 geworden voor Feyenoord. Man van de goal, Quinten Timber. Dit wordt een ongekende veegpartij deze middag. Want Feyenoord is nog niet klaar. Het gaat hier niet bij blijven. Oh. Stenks in de 16. Met de bal aan zijn voet legt hij terug op Geertruida. Geertruida randje 16. Geertruida buitenom. Geertruida wordt daar dan gehaald. Hensbal. Geertruida aan de rebound. Geertruida nog een keer. Geertruida. Bij Sjaak. Ja! Ja! Hij zet. Ja! Hij zet. Ja! Hij gaat over de lijn via de lat. Bij Sjaak haalt de trekker over. Bang, bang, bang. 6-0. Ja, nee, ja, nee. Hij gaat via de onderkant van de lat. Maar hij is er overheen. Als Ajax die bal niet wegkrijgt, Geertruida door blijft gaan. En Paixão voor zijn voeten krijgt. 6-0. Wat een dag is dit, zeg. Wat een dag is dit. Feyenoord, Ajax. 6-0. Bij Ajax schreeuwen ze tegen elkaar. Schelden ze tegen elkaar. Maar iedereen viert hier een feest.